Hoe belangrijk is het Mega Piratenfestijn voor Nederlandse zangers? Het is gewoon zoals het ook heet, een megafeest, megafeest van Nederlandse artiesten. Mm-hmm. En ze doen allemaal niet allemaal hele half uur of zo. Nee, allemaal. Het is allemaal 2, 3 of 4. Ja, dat is leuk. Ik kan blijven kijken naar jouw Amsterdam. Oh, ik ken hem nu al. Zo prachtig zich al 's ochtends ontvouwt. Elk hoekje, elk pijn. Nou, Peter Beentjes is eigenlijk een hybride van Terror Jaap uit de Gouden Kooi, René Vroeger, Frans Duits en André Hazes. Ja, hij is heel gastvrij, Peter Beentjes. Wel echt een leuk iemand. Hier dus een soort van presentator rond, tevens organisator. En dat is dus een soort van kaal mannetje in een glimmend bloemetjespak met slangenschoenen aan. Hey! La, 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 la. Zijn we vertellen, Britt? Ben jij Britt? Ik ben Britt. Ik ben Willy, toch? Ja, ik ben Willy. Okay, ik ben Imke. Willy? Dat ben je mooi. Dankjewel. Willy is een beetje een vies mannetje. Klef meteen, dankjewel. Klef? Ja, meteen met omhelzen. Ja, maar jullie zijn toch ook... Ja, tuurlijk! Tuurlijk, hè? Tuurlijk. Niks liever dan... Knuffelen! Wow. Ik hou er wel van, hoor. Lekker meteen knuffelen, het hoekje ingedreven. Maar ja, ik weet van Imke dat Imke niet zo is. Mijn shirtje, ik heb... Tada! Oh. En alles zit erin, hè? Alles past. Past het? Ik dacht eerst, Willy is gay. Maar Willy is gewoon een vieze tietenman. Past precies! Oh, ja, precies. Laten ze gaan! Het zit wel strak. Ben jij jaloers dan? Op Nick en Simon? Nee, op jouw haar. Op mijn shirtje! Oh, op wat erin zit. Hij zeikt mijn tieten af dat ze te klein zijn. Toen dacht ik eerst, meer inhoud dan Imke. Imke is degene met veel hersens en ik juist niet. En, maar toen had hij het weer over onze tieten. Op tieten? Ja. Nou, ik kan gewoon joggen zonder BH aan. Weet je hoe vet? Ja. Oh, jij kunt joggen zonder BH. Bij jou gaat alles... Funzige Willy. Succes vanavond. Ja, dat komt goed. Bedankt. Willy, ik moet naar de koningin. Ze loeren van achter het gordijn, om te zien of ze wat van je vinden. Laat ze daar dan gelukkig mee. Hey! Ze mogen van zeggen wat ze willen. Ik trek me daar toch lekker niets van aan. Want wat ze kletsen is een zonde. Peter Beentjes, dat was zo cool. Imke en ik gingen polonaise doen met Willy en zo. Ja! Wow, al die mensen kijken naar je. Hoe kom ik hier zo snel mogelijk weg? Ik heb eigenlijk al gezegd, ik zeg nou, misschien is het wel leuk als je zelf het ging zingen, maar... Nee, ja, Britt! Liever niet, oh liever niet, oh. Ik heb nooit ambitie gehad om achtergrondzangeres te worden. Misschien in mijn volgende leven of wat dan ook, maar niet nu. Eén ding zeggen. Ga staan als je voor Peter bent. Ga staan als je voor Peter bent. Iedereen staat al. Arm in de lucht als je voor Peter bent. Arm in de lucht als je voor Peter bent. Toen dacht dus die Willy dat ze wilden gaan zingen of zo. Dat was niet waar. We wilden gewoon op de ritmisch wilden we gewoon een beetje zeggen. Hey, als je voor Peter bent. Klappen als je voor Peter bent. Jongens, jongens, eindelijk vis. Oh, zijn we uitgefloten? Had ik niet eens door? Daar is hij. Peter! Imke, wie is die man? Weet ik niet, ik ken niet. Dat ik Ron Boshart zie, die denk ik ook de hele tijd, en Caroline Tensen. Maar dat zijn allemaal nepperts. Ja, hij is echt best van. Hij is ook zo'n zanger. Ja. Lee Towers. Maar sta je altijd van... Oh, wat leuk, wat leuk. Ik wil een handje. En nu kon je gewoon backstage en zo. Echt vet leuk. Nou, dames. Succes vanavond. Dankjewel. Ik ga weer rijden, want ik moet weg. Ja, succes ook. Moet je komen? Die mensen gaan helemaal uit hun dak. Let op, wat gaat er dus een blote kont weer? Wat is dit? De blote kont. Zijn
al die andere mensen gek, omdat ze gewoon heel dom op hele domme kindermuziek mee hupsen. En het la 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 mee zingen. Wat echt gewoon, nou ja, IQ van 0,0 niveau is gewoon. IQ van min 100 hebben deze mensen. Erbij. Je bent er gloeiend bij, op camera. Niet meer aan de titel van Brit zitten.